is bedoeld voor onze studenten die dus gebruik maken van een Mac-machine, een MacBook Pro of wat dan ook, om applicaties te kunnen maken voor de Mac zelf, dus op de desktop. We maken gebruik van C-Sharp en dat betekent dus dat we Visual Studio gebruiken in dit geval. Later gaan we over naar Rider, omdat Microsoft om een of andere reden heeft bedacht dat Visual Studio voor de Mac niet levensvatbaar was. Geen idee waarom. En dus we gaan nu nog wel gebruik maken van Visual Studio. Later gaan we, dus het is volgens mij ergens volgend jaar pas hoor, over naar Rider van JetBrains. Wat we gaan eerst gaan doen is Xcode installeren. Want we hebben Xcode nodig om te kunnen desktop-applicaties kunnen maken voor de Macintosh. Dan ga je naar de App Store toe. Eens even wachten tot die klaar is. Xcode. Xcode. En dan staat hier bij mij staat er een dingetje, wat ik al eens eerder heb gedownload. En normaal gesproken staat hier download of installeren. Kijken, wat zou een ander ding kunnen zeggen? Ja, het is download gewoon. Oké, duidelijk. Xcode even erbij halen. En dan zeg ik, oké, haal me naar binnen. Nou, dit kan even duren. Zeker als je een wat tragere verbinding hebt. Op schoot zou het in principe vrij snel moeten gaan. Dus ik zet hem even in de pauzestand en wacht even tot hij rustig tot hij klaar is. Oké, hij zit nu geïnstalleerd. Dat kun je dus op twee manieren kunnen natuurlijk bereiken. Hè. Dus je kunt hem hier toevallig een keertje openen. Maar de beste methode is natuurlijk via je launchpad. En dan Xcode. Nou, toevallig staat hij hier. Dus ik pak hem even hier. En dan als het goed is, geeft hij me zo een keuze over wat voor applicatie ik wil gaan maken. Even wachten. Oh, nee, hij begint al meteen met het ding. Dus hij is al klaar. Normaal gesproken krijg je nu een dingetje waarin staat van oké, wat voor onderdeel wil je gaan maken? Maar omdat ik hem al een keer ingeïnstalleerd heb gehad, doet hij dat waarschijnlijk nu niet. Nou, hij kan nu even afgesloten worden, we hebben hem nu niet nodig. Die kan ook weg. Die kan weg. En dan, wat we nu even gaan doen, even kijken of Visual Studio nu goed aangesloten staat met Xcode. Start hem op. Kan even duren soms. Zeker de eerste keer als het als weer dan moet worden gecombineerd met elkaar. Echt prullenmand. Ik pak even een nieuwe. Dan zei hier dus app, Mac, ik zal maar in. Continue. Nou, reken 2 app. Deze bestaat al. Oké, use different name. Rekenapplicatie. En dan continue. Nou, dat mag allemaal blijven staan, daar is helemaal geen probleem mee. Create. En dan maakt hij dus in principe de basis aan voor de applicatie. Je kunt hem ook opstarten gewoon. Dus je klikt op dit ding. Zie je daar een heleboel dingen gebeuren aan de onderkant. En dan laat hij natuurlijk een leeg scherm zien. Dit is dus in principe de applicatie die we nu gemaakt hebben. Dan moeten nog heel veel dingen gebeuren, maar dat is voor nu even voldoende. En dan gaan we door met het volgende deel. En daar maak ik een apart filmpje van. Oké, tot zover.